Minister Kenneth Amoxie van het ministerie van Justitie en Politie reageert op vragen gesteld met betrekking tot de veiligheidssituatie in ons land, maar zo ook met betrekking tot de situatie dat zich nu afspeelt bij de korps brandweer Suriname. Een gesprek niet, maar ik heb wel contact gehad met de voorzitter, volgens mij gisteren nog. De afgelopen week heb ik al deze bonden ontvangen. De bond BBS, bond KPA en de bond bij de brandweer. Ten aanzien van de aankondiging van de acties, in de vergaderingen met de bonden, er is een overeenkomst getekend met de clusterminister over de aanpassing van verschillende toelagen. En een van de zaken die afgesproken is, eigenlijk gedurende de hele onderhandeling, want dit is een utaki, dat is een financiering. Voor de toelagen, bovendien precies, budget neutraal. Dat we een takkie, justitie, ministerie voor justitie, moest besparen. Tap overuur, onder andere, naar wat we trasani, olie gebruik en zo. En in de besparingen, zoals afgesproken met de bonden, gaat in per 1 november. Dus dat we een takkie, over november, een besparing ode en ammonie ode beschikbaar. Dus 1 november, de toelage is op pay uit. Sami is ook voor bewerkstellig ook toe, dat ammonie voor oktober, na dit november, op pay uit eind november. Dus dat me spreek af na de bonden. De brandweerbond was hier niet zo happy mee, die andere bonden ook niet. Maar zij begrepen het wel, de precaire situatie. En ook omdat afspraak bij Mickey, dat we moest besparen voor ze, dan pas ammonie op hij uit. Maar ten aanzien van de eisen voor brandweer, misschien straks ook weer, ga ik weer praten met de collega van financiën om toch. Voor wat betreft PSU, de ressources zijn er al om die gelden toch vrij te maken, zodat de kleding, schoeisel voor de brandbestrijding, dat die dingen kunnen worden aangeschaft. Eigenlijk geleverd, want Utak Nanga de leverancier baar, overeenkomsten zijn er al, zij moeten leveren, maar ze willen natuurlijk betaald worden eerst. Onlangs heeft de regering een begroting ingediend met DNA, waarop er ook begroting zou moeten komen om te vallen. Is er binnen de begroting rekening gehouden in die onder andere dat dus de vakbonden, de veiligheidsvakbonden, met de ecologische uitdagingen van het land, dus eigenlijk weer meer zullen aankloppen voor meer geld? Ik denk dat er rekening daarmee is gehouden, maar ook is dat niet. We hebben een begroting ingediend. Het was eerst besproken natuurlijk. We hebben het ingediend, maar we hebben misschien nog geen 2/3 deel ontvangen van wat we hadden gevraagd. Dus die tekorten zijn er nog voor betaling van benzine, betaling van arrestantenvoeding, leveranciers van arrestantenvoeding. Dus de tekorten deed het. En ook nu met de afgelopen maand met die bosbrandjes, grasbrandjes konden nu en de brandweer was elke keer op straat en stretched to the limit, om het maar zo te zeggen. Hoe wilt u toch deze mensen, deze opgeving voor ons doen? Ze zetten zich heel erg in. Dat is waar, dat onderken ik ook. Maar nogmaals, Anomi Ebo Heramoni. Dus, maar mijn collega is wel willing en sowieso gaan we oplossingen vinden daarvoor. Maar nogmaals, wij maken onze begroting wat we nodig hebben, maar financiën gaat schuiven en trekken en schuiven om toch met de gelden te komen. Dus de voorbereiding wordt al wel gemaakt. Ik heb contact gehad met mijn collega daarover, collega Owi, want hij gaat de aankoop coördineren.
Dus minanga in spreekafba, ik moest iemand van het ministerie aanwijzen om dat te coördineren voor kotakdeen eisen, sade automus abi en voertuigen. Dus dat loopt wel. Maar Amoni, nogmaals, als de president heeft gezegd dat het geld beschikbaar is, dan geloof ik dat die aankopen gedaan zullen worden. Makandra Fonds, het zijn verschillende projecten die daaronder vallen. Want een project zou je doen naar Nederland, ook een paar politieprojecten vallen daaronder. Een van die projecten die ik bezig ben voor te bereiden om in te dienen, dat nou een integriteitsproject, dat we bespreken nu vanuit een ministerie, we coördineren dat die, omdat we zien dat het druk op de korps, ik kom er op die korpsleden. En ten aanzien van integriteit moet er een duidelijk beleid worden gevoerd. Omdat aan de kant van deze takkie kan de collega de korps bezig. En weet je, met dure auto's en dergelijke. En dat de andere ambtenaren onder druk worden gezet. Want je ziet dat je collega kan doen, kan bereiken. En alleen kan de, ik denk ik ontstaan ook de tak E. Kan de napas dat mimo kan ook doen. Voor kan op bepaalde zijn. Dus we moeten geen repressieve integriteitsbeleid voeren. Maar proactief, weet je, mensen trainen, mensen volgen. Mensen blijven screenen. Dat de adefano doet voor zet die in. Dat ik kan draaien bij je collega. Ja? Dus. Dus zodra, laat me aangeven dat we nu in voorbereiding hebben, RAIO's opleiding voor de zittende magistratuur en de staande magistratuur. Dus qua personeel, die openbaar ministerie, nanga die a hof, potaki rectors, nanga de officieren voor justitie. December start die opleiding voor beide instituten. Maar Milanga hofpresident, we zijn in overleg. If bijvoorbeeld mensen aangetrokken moeten worden, personeel aangetrokken moeten worden, kan dat altijd via een versnelde, verkorte procedures, dat ik rechtstreeks contact opneem met het kabinet van de president, om zo te bewerkstelligen dat die mensen, weet je, eerder, die ambtelijke procedures, dat die versneld kunnen worden uitgevoerd. Dus dat is inderdaad zo. Mi taknanga brandweercommandant ba. Ze staan in contact met de afdeling wetgeving bij mij om deze regelingen aan te passen, zodat de mensen, die pyromanen die er rondlopen, dat ze toch wel aangepakt kunnen worden. Minister, heeft u wat informatie omtrent de case van Lin FM, waar u zegt dat hij van dat school te zeker was? Ja. Dat moet ik sowieso veroordelen, weet je, als kwaadwilligen die er zijn die op deze toer gaan. De persvrijheid is ons heilig, al zijn er vaak strubbelingen met de pers. Maar de vrijheid, persvrijheid is sowieso heilig en ik veroordeel ook krachtig deze handeling van wie dan ook. De politie zit natuurlijk op die zaak en ik zal ook aandringen. Dat het met voortvarendheid wordt onderzocht. Minister, is er iets met centrale nummer 115? Want we spraken gisteren met de leerkrachten vanavond in Lungatoren. En bij de case van 70-jarige leerlingen. En ze zeiden van het bellen ging heel moeilijk.
Dat zal ik natrekken, ik weet het niet precies. Normaliter zijn er verschillende nummers dus wanneer u 115 belt, moet u binnen een paar seconden eigenlijk moet men opnemen. Dus ik weet niet als er congestie daar was, maar ik zal het wel natrekken wat er aan de hand is. Okay.